Jullie gaan vandaag de hele dag vanaf 9:20 een simulatie in. Je wordt bekeken door 6 mensen, ik ben er 1 van. Waar we vandaag naar gaan kijken is eigenlijk toch het verhaal van Yuri. En daarop gaan we jullie beoordelen. Dat is die 40% die gisteren in die sleutel zat, weet je nog, toen je hem zag. Dat is, welk vermogen heb jij om anderen in de groep en jezelf natuurlijk te verbeteren? Wat mij betreft waren er 2 groepen hoor, want dan denk ik wel sterk dat we dat op een manier hebben. Wat zien we nu niet gebeuren? Wat we wel zouden moeten zien. Laten we het behalve als er mensen nu zijn die zeggen ja. Ja. Ja, maar dat, want nu hebben we leiders van de PvdA of van de VVD, maar eigenlijk ben ik een leider van het land. Niet van het land. Ja, dat je dan vervolgens in zo'n groep die tas. Ja, yes. Ja. Misschien is als Abortaai. Ik kan het daar niet over voor, denk ik wel. Abortaai. En wat wij willen dus is het opleiden van kinderen. Ja, dat is goed. Heren, het formatieakkoord. Dankjewel. Mijn naam is Sjoerd Karrenbeek en ik presenteer het eerste deel van het formatieakkoord voor aantoonbare duurzaam ondernemen. En als je de meeste punten haalt, dan krijg je echt de coolste experience ooit. Bijvoorbeeld wel duurzaam. Want ja, als die subsidie straks weg is of terugkomt, dan valt de markt eventjes stil. En als we niet genoeg belastingen binnenkrijgen, hoe gaan we die sociale taak waarmaken? Ik wil de overheid dan ook oproepen om bewust dat eigen belang van mensen te gaan ondervangen en het algemeen belang meer na te gaan streven.